Beste kijkers, wij staan hier aan de rand van de IJssel, gelegen tegen Overzalk. En het is hier prachtig mooi. Alleen hier zijn mensen bezig. En wat die aan het doen zijn hier, wij weten het niet. Het lijkt wel een stukje gigantisch mooi kunstwerk wat ze hier maken. En uiteraard zijn hier mensen mee aan het werk en we zijn benieuwd wat dit wordt. Ik zal Adrien, wat is dat kunstwerk? Wat houdt het in? Dus ik denk dat men wel zien kan dat het een piramide is. Het idee is dat de piramide is gebouwd met materialen die van rijk naar arm gaan. Dus we hebben hout aan het basis, dan klinkers, dan zijn de bakstenen mooier en mooier en dan gaat het naar marmer en goud. De repartitie van middelen kennen. En het idee daarachter is in verband te zetten met het thema van de Biennale, de klimaatverandering. Als het water stijgt in de toekomst, zijn het niet de rijken die direct daarvan lijden, maar de basis. Kan men constateren van, hey, zo hoog staat het water, het topje steekt er bovenuit. Dat is een aandachtspunt. Ja, natuurlijk. De rijken die zullen altijd het overleven. Dat is de gedachte. Hoe hoog dat water ook komt, en daarom is de bovenkant is van goud en de onderkant is van hout. En de arme mensen, hè, dat zien we ook bij corona bijvoorbeeld al, die zijn altijd de dupe. Maar de rijken overleven wel. Mijn vraag is, hoeveel van die dingen hebben jullie hier neergezet? Nou, hier staat maar één werk van Adrien. Maar er zijn langs de hele IJssel, vanaf Arnhem tot aan Kampen, ik weet niet of dit de laatste is, maar er zijn een stuk of 20, 25 kunstwerken. En iedereen maakt zijn eigen kunstwerk. Dus het is allemaal verschillend? Allemaal verschillend, ja. En wie heeft dit bedacht? Er is een organisatie, de Kunstenlab Deventer. Die hebben dat bedacht. Die hebben een aantal jaren geleden dat voor het eerst georganiseerd. En dat is een groot succes geweest. Dus, maar door corona, het zou eigenlijk vorig jaar plaatsvinden, is het een jaar verschoven. Maar nu kan het weer. En jullie zijn de mensen natuurlijk die dat opbouwen? Ik ben de kunstenaar, ik bouw het op met mijn team en Klaas zit een oude... Maar wie bedenkt de modellen? Ja, mijn job is ergens te komen waar ik uitgenodigd ben en een concept voor te stellen, een kunstwerk voor te stellen voor een specifieke plek en voor een specifieke thema. Dus ze hebben me gevraagd, wil je deelnemen aan de IJssel Biennale? Ik ben langs de IJssel gekomen. Ik heb gezegd dat ik zou graag een piramide bouwen. Hier hebben we toevallig een piramide gebouwd, maar de kunstwerken die er staan, die zijn al klaar, die anderen? Ik heb vandaag toevallig een foto gezien van een sluis in Zwolle, dacht ik, waar een kunstenares, die heeft daar luchtbellen van glas gemaakt. En die verbeelden de kwetsbaarheid van de mens in de klimaatverandering. Dus het zijn allemaal verschillende werken. Je heeft een curator, hij is de chef van de tentoonstelling en hij nodigt verschillende kunstenaars uit. En elke kunstenaar maakt zijn eigen kunstwerk. Allemaal met nieuw materiaal? Stenen in ieder geval. Ja, dat is nieuw materiaal. Ja. Het gaat hier om een samenwerking met de firma Wever in Kampen. Zij sponsoren een beetje het project en zij zetten de focus op circulaire economie. Dus zij kopen materiaal en geven materiaal, tweedehands materiaal. En op het einde, na 3 maanden, zullen ze alles dan opnieuw bij zich nemen en herbruiken. Verder maar weer eens een bouwbedrijf. Inderdaad, ja. Die manifestatie is afgelopen na 3 maanden, halen ze de spullen weer op. Misschien met vele tentoonstellingen, waar op het einde van de tentoonstelling je maakt alles kapot en gooit alles in de container. Hier proberen we dat elke stuk een tweede leven heeft of zal hebben. De Kunstenlab organiseert het. Die vraagt de vergunningen aan. Want ja, dit zijn natuurlijk bouwwerken die over het algemeen, die mag je niet zomaar in de natuur plaatsen. In het landschap. Nee. Dus daar is inderdaad een vergunning voor gevraagd. Maar dat is natuurlijk ook tijdelijk. Ja. En het is natuurlijk ook tijdelijk, want na 3 maanden gaat het weer weg. Hij heeft hier met hoeveel mensen? Het team ging van 4 naar tot 6 personen.
3 weken lang. En die weten precies hoeveel mensen er meedoen, hoeveel vrijwilligers er meedoen. En er zijn ook vrijwilligers die mee kunnen werken. Dus dat, die regelen dat allemaal. Maar dan moet je kunstenlab. Nou, dat zullen we doen. Veel plezier ermee. Hartelijk dank voor dit gesprek. En veel succes. Met dit prachtige mooie weer erbij. Beetje warm nog. Beetje warm. Ja, warm. Als de IJssel maar een beetje blijft volgen, dan komt het ook wel getuigen. Dat zou ik doen. Geen bezwaar, hè? Jo, leg maar wat je ermee gaat doen. Oei. Oei. Maar heb je mijn buik ingehouden of niet? Zegt u? Had ik mijn buik in of niet? Ja. Ja. Op het industrieterrein en we zitten hier bij de firma Wever, Jelle Wever. En Jelle Wever die is de sponsor van de piramide bij Zalk. Daar staat een gigantisch mooi kunstwerk. Ik ben in contact gekomen met BPD uit Zwolle. Dat is een projectontwikkelaar en die zijn verbonden aan de stichting die een serie kunstwerken langs de IJssel realiseert. Nou, dat is de IJssel Biennale. En BPD dacht van welke partij past er dan goed bij, wie kan nou deze kunstenaars goed helpen om dit mogelijk te maken. Nou, we hebben natuurlijk een bouw- en een sloopbedrijf. Nou, het thema van dit kunstwerk is circulariteit. En circulariteit houdt eigenlijk zoveel in dat je probeert de bouwmaterialen in de cyclus te houden. Dus dat er geen afval optreedt. Op productniveau noem je het dan van wieg tot wieg, cradle to cradle is een veelgehoorde term. Maar de hele verzamelnaam, dat is circulariteit, dus dat je eigenlijk denkt in een kringloop. Nou, en hun dachten van, die Wever die heeft een bouwbedrijf en die heeft een sloopbedrijf, die heeft vast genoeg materialen die we daarvoor kunnen gebruiken om dit thema, wordt het vorm te geven en aan de bouwmaterialen te komen ervoor. Dus zo is het ook geschieden en ze hebben mij gevraagd wat mijn ideeën erover waren. We hebben er verschillende brainstorm sessies over gehad. En zo is dat langzaam tot stand gekomen en dus hebben we daar nu een piramide gebouwd met bouwmaterialen die we na afloop van de kunstperiode of de tentoonstellingsperiode, dat we de materialen weer terugnemen en die zullen we eigenlijk daadwerkelijk weer gaan gebruiken in onze bouwprojecten of wat dan ook. En er zijn een aantal materialen van zijn sloopmaterialen, een aantal materialen hebben we nieuw gekocht die we ook wel weer gaan hergebruiken op de stijgerplanken die erin zitten. Dat zijn nieuwe stijgerplanken, maar die gaan wij natuurlijk straks gewoon weer gebruiken op onze bouwen. Ook het stijgerwerk is ook van jullie wat erin zit. Dus al het materiaal wat er gebruikt wordt, of gebruikt is. Ja, BPD, dat is een projectontwikkelaar uit Zwolle. Nou, die kennen wij. En ik had een keer met hun vanuit mijn bestuurlijke rol bij MKB Nederland Regio Zwolle. Had ik een keer met hun in een panel gezeten over circulariteit. En vanuit die hoedanigheid zei een van de directeuren daar, hey, dan moet je Jelle misschien even bellen. Nou, zo is het balletje gaan rollen. Jelle is de man die stuurt, hè? Ja, nee, zeker. Dus zo is het balletje gaan rollen. En waarom doe je zoiets nou? Wij vinden het belangrijk we vinden het een belangrijk thema. Ik ben zelf in 2011 al afgestudeerd op duurzaamheid. Nou, dat was toen nog in de kinderschoenen. En inmiddels is het gemeen goed. En ik ben er ook van overtuigd dat we die kant op moeten met onze bouwmethodiek. En ik vind het mooi dat dit thema of dit kunstwerk mensen aanzet tot denken. Nu, jullie zijn bijvoorbeeld ook mee in aanraking gekomen en ga ik nadenken over wat zegt dat nou eigenlijk en wat doet dat nu en waarom is dat nodig. En we hopen dat dat daarmee doorgegeven wordt en dat mensen zich er ook bewust van worden dat dat nodig is. Ik wou net aan je vragen, wat is de opzet geweest van dit totale kunstwerk? Want jullie hebben meen ik aan alleen gesponsord bij Zalk. Ja.
De westerlijke, want ze hebben verteld, daar staan er vanaf Arnhem staan er een stuk of 15. Ja, dus langs de IJssel is dat getrokken. En we hebben gezegd, we gaan geen geld sponsoren, want ik vind het altijd een slecht motief. Je moet kijken van, hoe kun je nou dingen mogelijk maken in een team? En geld is altijd makkelijk, een stukje stopt ergens geld in en het is weer weg. En eigenlijk moest hier het doel zijn dat we met zo min mogelijk kosten, dat we dit kunstwerk in de benen krijgen. Nou, een stijger die moet je huren. Nou, je hebt natuurlijk de kunstenaars die dit maakt en moeten ook eten, dus die hebben een beetje geld nodig. Ja. Nou, dat zat in het fonds. En ik heb gezegd, alle materialen moeten eigenlijk dat doel hebben dat dat feitelijk niks kost. Ja. We investeren wat, dat kunnen we later ook weer gebruiken. Ja, is eigenlijk de sponsoring die we doen en de kennis en kunde die we natuurlijk erin hebben gestopt. En dat moet de combinatie zijn. Ja, en die materialen die jullie gebruikt hebben, dat zijn allemaal hoofdzakelijk nieuwe materialen. Nee, het is nieuw en gebruikt door elkaar heen. Materialen die we niet, het is natuurlijk altijd veel te kort dag natuurlijk uiteindelijk weer om wanneer komt zoiets nu. En je kijkt altijd van natuurlijk wat van reststromen komen er op dat moment beschikbaar in afval optreden. Dus alles wat je daar ziet, dat nemen wij ook terug en dat gaan we weer toepassen in andere gebouwen. Dus het is een kunstwerk zonder afval en dat is wat we beoogd hebben. Dus het is niet gezegd dat het altijd gebruikt moet zijn. Mijn overtuiging bij circulair denken is ook niet dat je alles moet doen met hergebruikte bouwmaterialen, want dat is een misvatting. Het gaat erom dat we op een goede manier bouwen. Ja, uiteraard. En hebben ze u ook verteld waar definitief dat bouwwerk eigenlijk, wat de doelstelling is, wat de bedoeling daarvan is? Ja, wat ik zeg van de doelstelling van deze kunstenaar was, laten gewoon mensen inspireren om dat je zonder afval gewoon goede dingen kunt doen. Dus het thema duurzaamheid, circulariteit, dat heeft deze kunstenaar willen uitstralen. Het gaat erom dat je dus dat we van onze verspillingsmaatschappij af moeten. En dat is eigenlijk ook waar het thema circulariteit om gaat. Dat we geen afval meer achterlaten of dat er geen oneindige... Ik vond het fantastisch dat jullie dat gesponsord hebben, Jelle. En mijn complimenten daarvoor. Ja. Want dat zag er ook heel mooi uit. Het was heel apart. Ik denk dat jullie vanmorgen zelf gekeken hebben. Ja. Ja, ik heb vanmorgen het eindresultaat bekeken. En wat was uw mening? Wat was uw gedachte? Nou, ik vond het heel dapper van de kunstenaars ten eerste dat ze daar met z'n allen dit gemaakt hebben. Want er zit een behoorlijk hoeveelheid werk in. Dus daar heb ik heel veel respect voor. En daarnaast vond ik het gewoon imposant uitzien. Het zag er mooi uit. En nogmaals, ik hoop dat het mensen aanzet om zich te laten inspireren en erover na te denken. De kunstenaar is de man die op de voorgrond moet. Okay. Dus dat is ook prima. Dat was fantastisch. Ja. Ja. Nou, dit was heel leuk, heel mooi. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. En ik zou zeggen, goede zaken verder. Dat komt goed, dankjewel. Bedankt.